Een weinig inspirerende omgeving voor dit duel in de tweede divisie. Maar dat is inmiddels wel bekend. De jeugdploegen van BVO's spelen soms in grote stadions. En dat doet ook Jong Sparta. Dat hier al op achterstand komt. Het is het begin van de wedstrijd. Sterker nog, het is pas de vijfde minuut. De man die scoort is degene die overkwam in de winterstop van Kozakken Boys. Riley Ignacio. Na deze assist van Grootfaam passeert de doelman van Jong Sparta. En dat is Fabri. Snelle voorsprong voor AFC dat eerder dit seizoen in Amsterdam won van Jong Sparta met 2-0. Toen nog onder leiding van Ton du Châtelier. En dit wordt op een prachtige wijze 2-0. We zijn iets meer dan een kwartier onderweg. De assist is van Kwee en de man die de goal voor zijn rekening neemt heet Jesse. En zo lijkt AFC onderweg naar een hele soepele middag. AFC dat vorige week op eigen terrein gelijk speelde met 1-1 tegen Rijnsburg. Onderin staat en absoluut de punten goed kan gebruiken. Sparta, evenals vorig seizoen, is een ploeg die meestal voor de winterstop niet presteert. Zich dan realiseert dat dat wel eens zou kunnen leiden tot degradatie. Dan vervolgens de ploeg wat aansterkt. En in de tweede competitiehelft opeens een stuk beter gaat presteren. Achter de bal, Jesse. Klein half uur onderweg. Redding van Fabri, de Sparta-doelman. Sparta dit seizoen onder leiding van Kempen. Die volgde Oli Tobiasen op. En uiteraard bij AFC inmiddels Ton du Châtelier vertrokken. Opgevolgd door Wetzel. Maar deze middag neemt zijn assistent Saïd Moumame de coaching voor zijn rekening. En Sparta scoort tegen. Doet dat in de 33e minuut. En doet dat via het grootste talent dat de ploeg momenteel onder contract heeft staan. Want in januari tekende Dervizoglu voor maar liefst 4 jaar. Hij is slechts 18 jaar jong. Passeert hier geweldig doelman, potveer van AFC en zorgt voor 1-2. Desondanks, voor rust, AFC sterker. Volgende mogelijkheid wellicht voor de Amsterdammers. Deze lob is slim bedacht, maar leidt niet tot een treffer. De inzet van Kwee. Zoals gezegd, een groot stadion met weinig toeschouwers, dat is niet inspirerend. De ruststand 1-2. Dit het begin van de tweede helft met Sparta dat langzaam maar zeker sterker wordt. Aanval verloopt via de rechterkant. De voorzet komt van Fonseca. En dit leidt tot een strafschop. Overtreding in het strafschopgebied van AFC. Scheidsrechter De Bruin legt de bal op de stip. Nog maar eens kijken. Tot zover gaat het goed. Jansen vergrijpt zich niet. Maar even verderop is het wel prijs. En vanaf 11 meter mag Dervizoglu gaan zorgen voor 2-2. Dervizoglu, dat is zijn tweede van de middag. En dat staat weer gelijk. We zijn weer terug bij de stand aan het begin van de wedstrijd. Maar daarvoor hebben we wel 4 goals gezien. En dat is mooi meegenomen. Voor Dervizoglu is dit alweer zijn 9e goal van dit seizoen. Vorig seizoen in Jong Sparta natuurlijk. Agge als belangrijke spits. Dit seizoen moet dat worden overgenomen door Dervizoglu. Dit is De Winter, een invaller. We zitten inmiddels 6 minuten voor tijd en hij zorgt voor 3-2. En voor De Winter is het zijn 7e van deze competitie. Hij en Dervizoglu en ook Haroui zijn de mensen die normaliter voor de goals moeten zorgen voor Jong Sparta. Het is overigens voor het eerst dat Jong Sparta op voorsprong is gekomen. En daar heeft het mee gewacht tot 4 minuten voor tijd. AFC moet... Er wordt druk overlegd. Deze lange bal is van Fabri, de doelman van Jong Sparta. Hier gaat Dervizoglu en die maakt zijn 3e van deze middag. En dit moet normaliter de beslissing zijn, een hat-trick voor hem. Geen zuiver hat-trick zoals u weet, dat zijn de 3 op rij zonder goals er tussendoor in 1 helft. Maar desondanks, 3 goals is een prestatie van formaat. En hij slaat in de extra speeltijd het gaatje. Het broodnodige gaatje om in de slotseconde van dit duel AFC van zich af te houden. Nog 1 keer Ignacio. Ook die scoort nog. Die maakt zijn 2e van de middag. Zorgt nog wel voor 3-4. Krijgt nog ruzie met de doelman die de bal niet wil meegeven. Het zijn de laatste schermutselingen op spangen tussen Jong Sparta en AFC. Kostbare winst voor de ploeg uit Rotterdam op de ploeg uit Amsterdam.